De politie start deze week een campagne tegen geluidshinder. Uit cijfers van de politie blijkt dat geluidsoverlast is toegenomen van 1000 naar 1200 meldingen ten opzichte van vorig jaar. Aangezien geluidshinder vooral toeneemt in de warmere maanden, is dit het juiste moment om actie te ondernemen. Voor de politie heeft geluidsoverlast een hogere prioriteit gekregen. Dat houdt in dat we proberen in ieder geval binnen een half uur te plaatsen te komen. Dat wij registreren bij alle panden waar we al eerder geluidsoverlast hebben gehad. Dat we ook registreren van welke personen geluidsoverlast hebben gemaakt. En op het moment dat wij mensen of panden bezoeken waar we echt geluidsoverlast aantreffen, dan gaan we ook over tot bekeuren. De politie vindt het erg belangrijk dat mensen elkaar aanspreken op geluidshinder. We weten uit ervaring dat dat gewoon heel erg goed werkt. Vaak zijn mensen zichzelf niet eens bewust van het feit dat ze overlast veroorzaken. En op het moment dat ze daardoor eigen buurtgenoten op aangesproken worden, dan merken wij dat het daarna vaak stopt. En uiteraard, als dat niet het geval is, wij zijn echt ervoor om extreme gevallen, om die te bestrijden. Met ingang van deze campagne treedt de politie harder op tegen geluidsoverlast. Hiermee wordt niet alleen harde muziek bedoeld, maar bijvoorbeeld ook schreeuwen en motoren van auto's. In eerste instantie, op het moment dat wij nog niet eerder bij een dergelijk pand geweest zijn, of iemand aantreffen die nog nooit eerder geluidsoverlast heeft veroorzaakt, dan zullen we in eerste instantie overgaan tot waarschuwen. En zouden we voor de tweede keer terug moeten komen, ja, dan gaan we echt over tot bekeuren. En zo'n bekeuring kost €90. En we zouden zelfs nog zo ver kunnen gaan, afhankelijk van de mate van overlast, om geluidsapparatuur ook in beslag te nemen. De burgers worden onder andere via de mail op de hoogte gebracht van deze campagne.